Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje van Beer Brothers. Dit keer een filmpje over Hertog Jan. En in dit geval Hertog Jan Pilsner versus hun nieuwe Hertog Jan Grand Pilsner. Kijk, en dan vond ik heel even te zeggen over dat hele idee van een wat luxe pils. Is dat dan wat? Is dat nodig? Kijk, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. De vraag is vooral... Ik zou wat meer moeten krijgen. Je betaalt natuurlijk ook een beetje meer. Maar krijg je dan ook echt meer? Ik bedoel, is het dan ook lekkerder? Is het ook echt anders? Is het nou echt bijzonder? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Hertog Jan Pils. Wat mij betreft prima Pils. Niet mijn persoonlijke favoriet, maar prima. De Grand Pilsner. Wat is nou het verschil? Nou ja. In ieder geval, de gewone is 5,1%, deze is 5,7%. Dus echt wel een beetje meer in alcohol. Ze hebben meer hop en meer mout gebruikt en ze hebben hem wat langer laten lageren. Ze hebben er de tijd voor genomen en, zoals het flesje in ieder geval zegt, zou je dat moeten proeven. Hartstikke interessant. Ik ga testen. Gewoon naast elkaar. Dan weet je het. Nou, allereerst de hele gewone herkans. Als we die inschenken, dan zal je zien, echt mooi, typisch pils. Ja, ziet er gewoon verder goed uit. Daarnaast de Hertog Jan Grand Pilsner. Wat natuurlijk wel grappig is, kijk, ze hebben dat flesje een beetje chique gemaakt, een beetje wat gouden accentjes. Nou, ziet er op zich wel hartstikke geinig uit. Op zich wel iets aan het dopje, een beetje dat blauwe randje zo. En de vraag is dan, is dit ook anders? Nou ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. We gaan het eens eventjes uittesten. De Hertog Jan Pilsner tegenover de Hertog Jan Grand Pilsner. Nee, dat is natuurlijk altijd een beetje de een schinkje zus en de ander schinkje zo in. Dus dat is op zich ietsjes moeilijker te vergelijken. Maar qua kleur zie ik eerlijk gezegd niet zo heel veel verschil. Nee. Kijk, qua schuim. De kleur is hetzelfde. Deze is wat beter. Maar ik denk dat dat ook is de manier van inschenken. Misschien ook het glas. Kijk, als die net iets tikkie schoner is. Dus dat zegt niet heel veel. Maar ja, de geur. Zit daar een verschil in? De gewone. Ja. Typisch pilsgeur. Je ruikt een beetje de moutigheid. Hij ligt een beetje erop. Hij heeft iets frissigs. Nou ja, als in prima pilsner. De Grand Pilsner dan. Ja, ook een beetje frissigheid. Mout, hop. Proef je er op zich ook, of ruik je er ook wel in. Heel eerlijk, qua geur. Ik ruik geen verschil. Maar goed, dan de smaak. En dan hoop ik toch echt dat daar wel een beetje verschil in zit. De Hertog Jan Pilsner. Tegen de Hertog Jan Grand Pilsner. Proost. Ja, mout. Hop, lekker fris. Zeker nu, het is best warm. Smaakt dat gewoon goed. Niks mis mee. De Grand Pilsner. Ja, echt wel hetzelfde smaakprofiel. Een beetje dat hop en mout. Ook nog wel fris. Misschien een nasmaak. In de nasmaak zit denk ik een net wat meer wat scherpere hop. Die nasmaak gaat blijven wat meer hangen. Dat vind ik wel aangenaam. Het is niet heel scherp. Maar bij deze, de nou ja, gewone pilsner. Mout, hop. Zakt een beetje weg. Is die weg. Lekker. En dan de Grand Pilsner. Ja.
Je zou inderdaad kunnen zeggen, meer mout, meer hop. Die smaken zijn wat sterker. Het bier is wat voller. Dat vind ik ook wel echt een verschil. Beetje een wat voller mondgevoel. Maar goed, het is en blijft pilsner. Dus het is natuurlijk allemaal heel subtiel. Zit er nou echt heel veel verschil in? Heel eerlijk gezegd, als ik ze zo naast elkaar drink, niet echt. In die zin vind ik hem een beetje tegenvallen, want nou, de Kram Pilsner betaal je ook wat meer voor en krijg je nou echt heel veel meer. Ja. Nou, je krijgt niet heel veel meer. Eerlijk gezegd, nu zo de laatste final taste. Ja, je krijgt wel een beetje meer. Het is echt wel lekker. En of het super veel toevoegt. Ja, weet je. Ik vind de Gram Pilsner net iets lekkerder dan de gewone Pilsner. Alleen, dan komt het echt aan op smaak. En bij Pilsner natuurlijk ook wel gewoon een beetje wat je in je hoofd hebt. Maar goed, ja, als dan een Gram Pilsner afzet tegen gewoon mijn favoriete pilsners, dan wint hij het eigenlijk ook niet. Zou ik hem nooit meer willen drinken? Zou ik hem nooit meer kopen? Nee, dat is overdreven gezegd. Maar als ik ze zo naast elkaar drink, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik proef daar niet superveel verschil en vind ik het niet echt een verschil maken. Maar goed, ik heb ze nou toch. Ik drink ze echt wel met alle plezier op. Dus dat ga ik in ieder geval even doen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En voor mijn geval, dubbel proost.